Nou, ik zou het het mooiste vinden als het perspectiefverbreding oplevert. Ik denk dat best veel mensen uit het land wel weten, ook wat hier gebeurt. Maar ik vind het zelf ook heel leuk om meer te horen over wat er in Zeeland gebeurt en wat er in Limburg gebeurt. Eigenlijk ook wat er in Enschede gebeurt. Nou, zo kan je even doorgaan. En die tijd is er vaak ook niet. Dus ik vind het heel goed dat er op deze manier echt tijd gemaakt wordt. Ik vind ook dat het past bij het Nederlands Theaterfestival. Om je te verdiepen in de andere kant van het land. Vanuit welke plek je dat dan ook beziet. We zouden er wel een week mee kunnen vullen volgens mij, om iedereen te laten zien wat er hier allemaal in Groningen gebeurt. Maar we gaan een aantal hoogtepunten gaan we langs op de dag dat iedereen langskomt hier. We gaan beginnen in ieder geval bij Club Guy & Roni, NNT Night, onze huisgezelschappen. En dat is hier vlakbij in de machinefabriek. We staan hier nu in de Schouwburg en ze zijn bezig met het opbouwen van Yara's Wedding, voorstelling van Night. En we krijgen daar een, het is misschien beter als ik nog niet alles al verklap, maar een bijzondere inleiding. We beginnen de dag op zo'n manier dat het wel belangrijk is dat je kleren aantrekt die hier lekker zitten. Ja. Daar beginnen we mee. We gaan vertellen wat we bij Spot allemaal doen, onder andere met Crosswise. Even denken. En we gaan natuurlijk op pad met de Wijk de Wereld. We gaan een aantal dingen laten zien die we de afgelopen 6 jaar hebben gemaakt met de Wijk de Wereld. We laten echt een paar pioniers uit de stad zien, zoals Mohamed Youssef Bos van het gezelschap X Youssef Bos. Dus als iedereen hier op bezoek komt in Groningen op 12 mei, dat is een perfecte dag, want het is de eerste dag van een 10-daags groot cultureel stadsprogramma. Nou, je maakt tijdens de dag echt kennis met het Groningse ecosysteem. En nou, wat ik daar zo mooi aan vind, is dat Groningen voelt wel eens als een klein dorp. Het is sowieso een hele mooie, gezellige, bruisende stad. Het is een van de jongste steden ook van Nederland. Het voelt niet heel groot. Je gaat Groningen in en je komt altijd bekenden tegen. Ook in het culturele circuit leer je heel snel de mensen kennen. En tegelijkertijd vind ik Groningen juist super groot in wat, wat we allemaal in de keten neer weten te zetten. En ook de uitstraling die dat heeft. We zijn echt waanzinnig trots op wat er allemaal gebeurt in de machinefabriek in Groningen. Met Club Guy & Roni, met Night. Maar denk ook aan een fantastisch project als De Wijk de Wereld, waarin we met wijken programma maken. Denk aan de poppodia hier, aan Eurosonic Noorderslag, waardoor Groningen echt ook een city of talent is. Dus ik vind Groningen groots en klein tegelijk. En dat, ik hoop dat jullie daar wat van kunnen proeven tijdens jullie bezoek. Dat vind ik zelf ook leuk en verrassend aan Groningen. Dat er wordt misschien ook snel gedacht, als je het hebt over het verschil tussen de Randstad en Groningen, dat je naar de Randstad moet om internationale dingen te zien of veel van de wereld te zien. En dat vind ik leuk, dat Groningen toch in een uithoek van Nederland zit. Maar dat het hier internationaal is en dat er ook ontzettend veel ontwikkelings- en pionierskracht is in deze stad op het gebied van kunst. Het is een superleuke stad, super internationaal, heel veel internationale studenten. Lekker afgelegen. Het feit dat wij niet midden in zeg maar de snake pit opereren, betekent dat we het experiment kunnen aangaan. We kunnen onze bek hier vallen, niemand ziet het. En we komen naar de Randstad alleen met de supermooie producties dat we maken. Het feit dat we hier in iets meer stilte, in wat wij splendid isolation noemen, mogen werken en opereren, betekent dat we soms iets meer verder kunnen gaan met innovatie. Het is een bekend fenomeen dat innoveren gebeurt vanuit de randen en niet vanuit het midden waar te veel pressure op zit. Dit is voor ons een hele fijne situatie om werk te maken. Wat ik heel bijzonder vind is in Groningen, en zeker al mijn cultuurcollega's, is dat de stap naar elkaar toe heel makkelijk is. Dus, en je zou kunnen zeggen, hè, de Wijk de Wereld is participatie, maar dat wordt niet op die manier gezien. Het wordt heel serieus genomen door alle partijen die hier in Groningen zijn. Door Spot Groningen en het conservatorium, het NNT. En dat wat wij ontdekken in die wijken, die kunnen we soms ook naar die kant toe brengen. Dus we kunnen met wijkbewoners, als we dan het NNT bellen, mogen we komen kijken. Ja, kom kijken. Dus die deuren worden heel snel opengezet. Maar ook als we talentvolle mensen ontmoeten, dan kunnen we die ergens naartoe brengen of onderbrengen. Zoals Ahmad met Babadar, die bij de wijk De Wereld is begonnen.
en nu helemaal omarmd is door Guy van het NRT. Babedar is eigenlijk een project, of meer dan een project, is een speciale verhaal die in Groningen geboort in Noord-Nederland toneelclub Guy en Droni. Babedar is Arabische twee woorden die letterlijk betekenen bab, door. Daar is huis, home, bed. En voor ons, voor Noord-Nederland toneelclub Guy en Droni, dat betekent dat onze door staat altijd open voor iedereen. En dat is de betekenis van Babedar. Dat is wel een mooi Gronings woord eigenlijk, Babedar. Ik denk dat de samenwerking echt het meest bijzondere aspect is van Groningen. Het feit dat we niet voor... Het is geen concurrentie, we zijn gewoon collega's. Het kan soms heel kwetsbaar zijn, maar we houden elkaar vast. En we zorgen voor onze jonge makers, we zorgen voor elkaar. We hebben een direct gesprek met het publiek. Maar ik denk misschien ook het feit dat het publiek in Groningen niet bang is voor rare shit. Dat dat wel hier mag. En vanuit hier durven we ook dat met de rest van Nederland en de wereld te delen. Als we naar het buitenland gaan met onze werk, is daar ook heel erg dorst en zin in andere soort werk, in andere nieuwe verhalen, in andere manieren van het verhaal vertellen. En dat is super fijn dat wij het vanuit onze veilige basis hier in Groningen kunnen maken en vertrekken. Dus het is super lokaal, maar tegelijkertijd ook hyper internationaal. Dat vind ik echt de geheime kracht van Groningen. Ik hoop dat iedereen hier spannende discussies en leuke gesprekken gaat ervaren. En ik hoop dat ze het hier leuk vinden bij ons. Het is een bijzondere plek en het is ook lekker afgelegen. Dat vinden wij soms echt prima. Maar wees welkom en kom vooral je inspireren, zou ik zeggen.